Mijn naam is Alex van Este. Onze familie is sinds 4 generaties actief in de vlasindustrie. De activiteit van mijn grootvader en overgrootvader was het verhandelen van vlasvezel die zij in feite aankochten aan de lokale bedrijven hier, de lokale zwingelbedrijven die zich allemaal langs de Leie hadden gevestigd, omdat men in die periode nog het vlas rootte. Eerst in de Leie en daarna langs de Leieboer. Als origine een handelsbedrijf die zich dan na de oorlog hier gevestigd heeft in Aarlbeke. En waar we dan stilletjes aan naast handel ook vezel gaan veredelen zijn. Dat was zo in de jaren 50, jaren 60, zijn we beginnen vlasvezels gaan ombouwen om te commercialiseren in sectoren die niet de traditionele vlassectoren waren. Papierindustrie, waar vlas gebruikt werd, vooral in Amerika, sigarettenpapier. Daarna de bekende dollarbiljetten, waar men op vandaag ook nog altijd 20% vlas in gebruikt. Veredelen van vezel betekent ook die vezel gaan verkorten, zodanig dat ze kunnen gaan mengen met andere vezels. Isolatie op vandaag, composietindustrie. Dus die vlasindustrie heeft zich in feite uitgebreid samen met de evolutie in ons bedrijf. In 2006 werden we aangesproken door een Japans designer, Yoriko, die contact opnam met ons bedrijf. We waren intussen heel actief in Japan en die mensen die hadden een merk opgestart, Vlasblomme. Die hadden een serieuze studie gemaakt rond de vlasindustrie en hadden ontdekt dat Kortrijk het verankerd punt was waar alles uit startte. Yoriko is hier toegekomen en die was op zoek naar het identificeren van de grondstof waarmee ze in feite haar collectie opbouwden. Voor hen was het belangrijkste de traceabiliteit van de grondstof waarmee ze werkten. Dus die kwam bij ons terecht. Die hebben ons een voorstel gemaakt om samen te werken rond een label dat zij wilden ontwikkelen. En dat label was Kortrijk Linnen. Zij wilden de stad Kortrijk met zijn roots, met zijn historiek, gaan linken aan de collectie die zij had ontwikkeld. We use framing material because it is the best quality of linen in the world. I heard Kortrijk was the center of the linen industry. So that's why we decided to use the Kortrijk linen import from Persia. We went to Kortrijk and we found many nice materials there. First, we visited a glass museum, old glass museum. We found many things from that museum. It show the old tiles of their lifestyle of the people living in Kortrijk. They wear the linen shirts, or linen pants, or linen dress, or they use their linen bed seats, or many home furnishing too. We picked up many aspects, nice things from that museum. So you can find, we sell brassware to all over the world. Such in Europe, of course, and in United States, also Bahama or Korea, Australia, East countries, all over the world. Cover more flax story in texture in Kortrijk.